De vrouw met de baard, de vrouw met de drie borsten, de dikste, de langste, de vetste man ter wereld. Dit soort human freak shows waren enorm populair in de 19e eeuw. En ook vandaag de dag nog. Maar er is één vrouwtje. Dat staat nu nog steeds in het Guinness Book of Records als het allerkleinste vrouwtje ter wereld. 61,2 centimeter groot. Prinses Paulientje. En zij werd geboren als Johanna Musters in Ossendrecht. Het Vaudeville Theater. Een theatervorm die vrijwel helemaal verdwenen is, omdat het heden ten dagen als te volks wordt beschouwd. Het kermistheater is rond 1900 erg populair. Men houdt ervan om naar andere mensen te komen kijken die net een beetje anders zijn. Zoals onze prinses Paulientje, oftewel Johanna Musters, geboren in de uiterste zuidwesthoek van Brabant. Ossendrecht, omstreeks 1875, het land op de rand van zand en klei. Peeënland, waar de boeren moeten ploeteren voor hun dagelijks bestaan. En ben je ambachtsman, dan ben je vaak weken van huis voor een of andere slecht betaalde klus. Zo ook Michiel Musters, die timmerman is. Heeft hij ook nog een gezin met 9 kinderen? Dan weet je dat je dus een slecht en karig bestaan hebt. 1878 wordt zijn dochter Johanna Paulina Musters geboren. En bij geboorte blijkt ze amper levensvatbaar. Maar zij zou voor de nodige extra inkomsten voor de familie zorgen. Een soort van verdienmodelletje. Het is dus grote armoede hier in Ossendrecht. Maar ons verdienmodelletje zorgt voor een vreemd beeld in de straat. Journalist Mark Tra heeft 2 jaar onderzoek gedaan naar het leven van prinses Paulientje. En een boek over haar geschreven. En in dat armoedige Ossendrecht in één keer zo'n rijk huis dan? Ja, het was heel bijzonder, want in die tijd was Ossendrecht niet veel meer dan een karrenspoor en een paar huizen. En in die tijd van Paulientje verrees hier dus een grote woning. Inmiddels staat er een ander huis, waar de familie Musters ging wonen. En het was het grootste huis van Ossendrecht, met de gouden letters op de gevel Maison Paulien. En dat was het huis wat dus de familie heeft verworven uit de gelden die Paulientje heeft opgebracht. Dus die arme timmerman is eigenlijk gewoon een soort van dorpsnotabele geworden. Ja, precies. De timmerman hè, met 9 kinderen. Dat was opeens iemand van aanzien in Ossendrecht. Maar ja, al dat geld is wel met een prijs gekomen. De vader van Paulientje maakt zich al vroeg grote zorgen. Dit is toch geen dochter die snel een man zal kunnen vinden. Of nog erger, ze zal door haar lengte nooit werk kunnen vinden. En terwijl pa op een kermis van Roosendaal zich een stuk in zijn kraag drinkt, krijgt hij een idee. Wat als ik mijn kleine meisje nou eens ga tentoonstellen? En zo wordt Paulientje thuis aan het publiek getoond. En als ze 2 is, staat ze al in een theatertje op regionale kermissen. Hoe ging zo'n variété-show dan in zijn werk? Nou, als Paulientje op een kermis stond, dan had ze een eigen tent. Waar haar impresario voor stond om mensen binnen te lokken. Paulientje werd binnen opgedoofd natuurlijk, met een mooi jurkje aan. De mensen stroomden de tent binnen, waarschijnlijk enkele tientallen mensen. En die zagen dan Paulientje optreden. Hè. Ze deed kunstjes, ze haalde capriolen uit met ballen en zo. En haar zwager die hield haar vast op zijn hand. Ze maakte salto's, ze zong liedjes, dat soort zaken. Waarschijnlijk heeft zo'n voorstelling niet langer dan een kwartiertje geduurd. Waarna het publiek weer werd geacht om de tent te verlaten. En de volgende lading stond er alweer gereed. Maar het duurt niet lang voordat Paulina's vader een beroemd illusionist en impresario, Emile Granzard, uit Brussel weet te strikken om naar Ossendrecht af te reizen. De man gelooft zijn ogen niet. Paulientje is de perfecte aanvulling op zijn rondtrekkend theater. Een levende pop die kan praten en zingen.
Kranzaar biedt de familie een gigantisch bedrag aan, waar de vader van Paulientje eigenlijk 4 jaar voor moet werken. Een flink kapitaal dus, mits Paulientje 1 jaar met hem wil gaan rondtrekken over kermissen in het buitenland. De kleine Paulina vertrekt uit Ossendrecht en gaat samen met haar zwager Chef als begeleider van plaats tot plaats, als bron van vermaak. Het brengt haar naar België en de grote steden in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Dankzij Paulientje floreert het theater van Kranzaar. Haar optreden vult een tent met 800 personen, een volle bak dus. Elke andere kermisexploitant wil dit ook. Theater op de kermis met een klein mens is big business. Enorme hype dus eind 19e eeuw, al die shows. Maar er was dus ook een moordende concurrentie, denk ik. Ja, het was hier natuurlijk het echt spreken van een dwergenoorlog. Hè? Ja. Door heel Europa zwierven dwergen van allerlei formaten met hun eigen gezelschap. Van circus naar kermis naar theater. En die adverteerden allemaal met zichzelf dat ze allemaal de kleinste waren. Allemaal het mooiste eruit zagen. En allemaal het minste gehavend enzovoorts. Hè? Dus ze waren allemaal het beste. En daar kwamen heel veel mensen op af. Dat was heel bijzonder in die tijd. Mm. Net als dat er reuzen of vrouwen met baarden rondtrokken. En op het moment dat iemand in de gaten had dat het allemaal minder fraai was dan ze hadden gepresenteerd, waren ze alweer weg. Om een idee te krijgen van hoe groot ze nu echt was, breng ik een bezoek aan Streekmuseum De Naanwas in Ossendrecht. Hier hebben ze nog een aantal originele spulletjes van haar. Franka, dit zijn dus haar handjes, haar schoentjes. Ja, dat ongelooflijk klopt, ja. Klein, hè? Ja, er zijn daar handjes op 2 verschillende leeftijden. Hè? Je ziet dat duidelijk het verschil ook. Ja. Dus dat is wat jonger en dan wat ouder. En die schoentjes, je vindt ze soms ook weer terug op de foto's, zeg maar. Maar dat zijn echt de schoentjes die ze bij de optredens gebruikten. De originele schoentjes, hè? Ja, want als je dus ziet daar met die strikken, je vindt hem hier ergens op de andere foto's. Hier zeg maar, zie je ze gewoon weer terug. En ook daar, kijk, ja. Het zijn de wassen handjes, hè. Het zijn dus afdrukken. Mm-hmm. Want kinderen vragen daar wel eens naar en dan zeggen ze, oh, zijn dat echte handjes? Als ze tegenwoordig in gips op de kleuterschool zo'n handje maken. Ja, precies. Ongelooflijk. Ja, het was dus echt een popje. Een levende pop eigenlijk. Zeg maar. Daarom werd ze ook zo gepresenteerd vaak. Hè. Van op de hand, zeg maar, of net, ja. En dit poppetje? Dat is Paulientje dus in houtwerk. Iemand die dat als hobby deed, die heeft dat gemaakt. En dit is Paulientje in 48 centimeter groot. 48, ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook geweest. Ze is net als iedereen klein begonnen. Dat was voor haar 35 centimeter. Maar niet echt groot geëindigd. Dit is 48 centimeter. Dat is toch niet te geloven, ja, dit? Ja, het is onvoorstelbaar. Een jurkje, handschoentjes, een speciaal gemaakt serviesje, kleine prularia die de herinnering aan prinses Paulientje levend houden. Het grotere werk staat in de tuin met Jack Jacobs, een akkerbouwer uit Ossendrecht. Het laatste aandenken aan de ooit zo mooie maison prinses Paulina. Zeg, Jacques, die is niet helemaal nieuw meer, hè? Nee, maar ja, die zijn ook al heel oud, joh. Die zijn ook al behoorlijk op leeftijd. En ze zijn van de familie Musters geweest. Van, de ouders van prinses Paulien. Die stonden bij het huis? Ja. Maar en hoe zijn jullie daarna gekomen? Mijn opa heeft die destijds gekocht. Voor het luttelbedrag van een Riksdaalder toen. Zo. Ja, die klinkt nou heel weinig, maar toen was dat best veel geld. Op geld, ja. He, dus elk beeld Riksdaalder, daar, he, 2 honden waren het. Oh, die hoorden er ook nog bij? Ja, die honden die waren er ook bij. En die stonden dan in de tuin? Of ja, die stonden op gemetselde poeren en die stonden behoorlijk pontificaal destijds voor het huis van prinses Paulientje. Dan kon je ze wel mee laten zien van dit is een voornaam huis. Huis, ja. Ja, die mensen die hadden natuurlijk toch wel wat geld verdiend destijds met de optredens van haar. En, mm-hmm. Ja goed, die mensen gingen het toen goed en die hebben het toen, ja. En nou voor jou, dan moet je hier allemaal meemaaien.
En moet dat beeld weg of blijft hij staan? Nee, die beelden mogen hier nooit niet weg. Hoe ouder Paulientje wordt, hoe hoger de ambities. Ze is intelligent, ze spreekt verschillende talen en ze kan fantastisch zingen. Paulina neemt haar werk bijzonder serieus. En haar ster is een reizende. Europa ligt al aan haar voeten en al snel zal Amerika volgen. In 1894, op het toppunt van haar roem, waagde ze de grote oversteek. Helemaal naar Amerika. Want daar was ene Proctor, een ex-acrobaat, die grote theaters had, eentje op Broadway. En die had haar een 2-jarig contract aangeboden. De overtocht naar de Verenigde Staten was heel lang en heel erg koud. En zo kwam prinses Paulientje in december hier aan. Paulientje is een groot succes op Broadway. Mensen staan in de rij om haar optreden te mogen zien. En ze verdient hiermee maar liefst $1000 per week. Een fenomenaal bedrag. Paulientje is eindelijk de ster die ze graag wilde zijn. Maar dat eist wel zijn tol. Alle dagen in de week op de planken, 3 optredens per dag. Het is een erg zwaar bestaan. Met Amerikaanse succes is het nog maar van korte duur. 2 maanden na haar aankomst in de Verenigde Staten slaat het noodlot toe. Op 15 februari 1895 overleed ze in haar hotelkamer op Fifth Avenue, nog geen 17 jaar oud. En de doodsoorzaak die is niet ooit helemaal opgehelderd geweest. Het zou een longontsteking zijn geweest of een hersenvliesontsteking. Misschien was die reis over zee wel veel te zwaar voor haar in dat kleine lijfje. Er is ook nog een verhaal van haar zwager chef die haar elke dag een groot glas port gaf. Dat ze dan op moest drinken om een beetje te ontspannen in dat zware artiestenbestaan. Maar ja, zo'n klein levertje in zo'n klein mensje, dan word je al snel een alcoholist. Een lijkschouwing, daarbij bleek dat zij 61,2 centimeter was. Dat werd officieel toen vastgesteld. Daarna werd haar lichaampje gebalsemd en opgebaard hier in St. Vincent de Paulkerk in 23rd Street. Het was een fantastische bijeenkomst met allemaal collega's en publiek. Allemaal om haar, de kleine Prinses Pauline, een laatste eer te bewijzen. Na haar dood krijgt haar familie het enorme bedrag van 60.000 gulden aangeboden om het gebalsemde lichaam in de VS te laten. Zogenaamd voor de wetenschap. Maar waarschijnlijk zou ze tentoongesteld worden op kermissen of als onderdeel van een rariteitenkabinet. Voor de familie is dit niet bespreekbaar. En Paulientje wordt in een speciale kist terug naar Brabant gebracht. Na haar verblijf in Amerika is ze teruggekeerd naar Ossendrecht en is ze hier voor haar huis ongeveer op deze plek is ze opgebaard voor het hele dorp. Dat aan deze straat aan haar voorbij kwam trekken, vooraf gegaan door een muziekkorps. Wereldberoemd was ze. Wereldberoemd in heel Ossendrecht, ja. Johanna Paulina Musters, geboren in 1878 in Ossendrecht en gestorven in 1895 in New York. Voor mij ben je een grote kleine Brabantse heldin.